Is er iets waar je partner zich voor schaamt bij jou? Dat je niet mag doen, omdat je partner dan zegt... ho, 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 ho. Ik heb een hele waslijst. Ja, ik ook. Maar de ergste is bij mij... en ik heb het op meerdere verschillende manieren geprobeerd... en ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Ik mag echt niet dansen. Ze vindt echt dat ik verschrikkelijk dans. Oh, ja. Dat het altijd te overdreven is. Nee, het is nooit goed. Ik ben een persoon met weinig geduld, maar als ik ongesteld ben en dan met name dag 3, dan is alle geduld weg. En we gingen vandaag dus heel even die matrassen waar de gasten op hadden geslapen in de kinderkamer leggen, zodat dat babybedje weg kan en hij gewoon een groot, vol matras heeft. En toen ging Taken dingen opmeten. En toen dacht ik, ga opmeten. Rach gewoon dat ding eruit. Rach de andere dingen. En zei, wat ga je opmeten? Nou, ik had er gewoon geen geduld voor. Radio. We snappen, sorry, ja, we snappen het. Wat leuk. Het is goed, we hebben het bericht is overgekomen. Ja, okay. Weet je wat? Ja. Sorry. Sorry. Nee, maar het is gewoon sorry. Weet je, jij hebt het ook helemaal gelijk. Je bedoelt het zo niet. Je hebt het ligt helemaal gelijk, joh. Sorry. Sorry. Tegelijk. Voice apps vreselijk. Of je nagels laten mogen als je nagels hebt gelakt. Is goed. Schuren voor verven. Sorry, Arjen. Gewoon geen geduld. En presidentskandidaat Donald Trump heeft kritiek op de regels van het komende tv-debat met Kamala Harris. Hij eist nu ineens dat de microfoons tussendoor uitgaan, terwijl dat bij een eerder debat juist de wens was van Joe Biden. Harris wil de microfoons gewoon aanlaten. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. Moet de microfoon van Jelte wel of niet aan? Laat maar uit. Is hij aan? Ja? Hij is aan. Godverdank. Jelte met het verkeer. 14 files, dit zijn ze vanaf 6 minuten. Ik mag niet bukken van mijn vriendin. Ik weet wel wat het is. Dat is gezien, ja. Je hebt dat gezien? Ja, je houdt niet van een riem. Nee, ik hou niet zo... En als ik dan met mijn 2 meter iets, ook maar iets vooroverleun, dan heb ik natuurlijk gewoon zo'n bilnaad. Maar die heb ik al echt heel... Dat heb ik eigenlijk al als ik gewoon even een kleine buiging doe naar voren. Ja. Die zou ook uitleggen wat wij weten, hoor.